We hebben vandaag een gesprek met Mina Shiba. Mina is werkzaam bij VOEM VZW en daarnaast is zij een van de trekkers van Vrije Keuze, een vereniging die vorig jaar werd opgericht naar aanleiding van hoofddoekenverbod in de Antwerpse Atheneas. Waar bent u eigenlijk opgegroeid? Ik ben in Antwerpen opgegroeid, ik ben in Antwerpen geboren. En ja, dus ik ben een Antwerpenaar. Oké, en wat heeft u gestudeerd? Ik heb mode- en maatkleding gevolgd. Dat is dus tot en met 18 jaar, 19 jaar. En ja, ik wou eigenlijk toen verder studeren, maar dat is eigenlijk niet gelukt. En op dit moment ben ik terug gaan studeren. En wat studeert u nu? Gezinswetenschappen. En werkt u nu ook? Ja, ik werk bij VOEM VZW, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims. Ik ondersteun daar enkele lidverenigingen, ook voornamelijk de vrouwenwerking. Wij organiseren ook activiteiten met andere organisaties, dus ook zowel allochtoon als autochtoon organisaties. En we willen eigenlijk dat de mensen zo wat meer over ons, wat meer leren kennen en zo, en ook onze cultuur, ons geloof. Dus dat is eigenlijk waar we eigenlijk toch wel mee bezig zijn. En morgen gaat u ook iets organiseren, Mars, Samen voor Gelijke Kansen. Allee, wat houdt dat eigenlijk in? Ja, de Mars van morgen, Samen voor Gelijke Kansen, is eigenlijk een initiatief van Vrije Keuze. Vrije Keuze is een lidvereniging van VOEM VZW. Die is eigenlijk opgestart toen het juni 2009, rond het hoofddoekenverbod, dat ingevoerd werd in de Atheneas Antwerpen Hoboken. En sindsdien organiseren wij eigenlijk op regelmatige basis studiedagen en ook manifestaties, infomomenten rond gelijke kansen. Gelijke kansen in het onderwijs en arbeidsmarkt, waar morgen bekijken we het eigenlijk veel ruimer, ook op vlak van gender, etniciteit, religiebeleving. Ja. En ik wou ook nog iets vragen van volgend jaar hoofddoek. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, volgend jaar hoofddoekverbod. Dat is eigenlijk gewoon een beetje afwachten, denk ik. De Raad van State heeft een uitspraak gedaan. Hoofddoekverbod is een schending van de vrijheid, religievrijheid eigenlijk. En ja, dat is eigenlijk een bevestiging voor ons van waar ze nu mee bezig zijn, kan echt niet. En wij doen gewoon voort. Wij willen echt wel die dialoog voeren met de verschillende partners. Ja, de samenwerkingen versterken en ook dat we de mensen eigenlijk duidelijk maken van dat ze eigenlijk de vrijheid van de mensen gewoon niet mogen aantasten. En wat zijn eigenlijk nog jullie toekomstplannen? Wij willen verder dus met belangrijke organisaties en als ik zeg belangrijk, ook met schoolhoofden ook met vakbonden, met organisaties die iets betekenen in deze samenleving, willen wij een dialoog aangaan. En jullie gaan dat ook volgend jaar nog organiseren, die mars? Ik denk dat de marsen en de bijeenkomsten, dat zijn dingen die altijd elk jaar opnieuw zullen terugkomen. Omdat dat is, hoe zijn de vakbonden in de tijd opgericht ook door op straat te komen, de arbeidersbewegingen. Je moet je stem kunnen uitbrengen, je moet kunnen laten zien wie je bent en wat je wil. En doen er ook veel mee, bijvoorbeeld ABVV en zo, en zijn er nog meer zeg maar... Ja, dus voor morgen is eigenlijk een eerste stap hè, dat de ACW en ABVV er ook erkenning aan geven. Maar wij zien het naar de toekomst nog veel groter om effectief echt rond de tafel te zitten en echt de knelpunten te bespreken, want die zijn er.